Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Nou, vandaag wordt een beetje een spannende, want ik ben voor het eerst in een dierentuin. Nou ja, niet voor het eerst in een dierentuin, maar wel de eerste keer dat ik die ga vloggen. En dat lijkt me toch anders dan een pretpark. Maar wat ik stiekem eigenlijk nog een beetje spannender vind, is dat ik een nieuwe camera heb. Wat echt super leuk is, dus ik hoef het niet meer met mijn telefoon te filmen. Maar dat gaat wel even aanklooien worden, ben ik bang. Nou, ik sta nog even op de parkeerplaats. Even te wachten op Daphne. Die gaat vandaag gezellig met me mee, dus nou, zodra ze er is, dan gaan we naar binnen. We zijn binnen en kijk wie ik gevonden heb. Daphne! Ja! En Daphne is hier nog nooit geweest. Nee. Dat is eigenlijk altijd wel het leukste. Ja. Dus dat gaan we een leuke dag van maken. Zeker. Hopen dat het droog blijft. Maar goed. Ja, we hebben die jas bij, toch? Precies. En Oceanium doen we als laatst. Ja. Want dat is gewoon binnen. Dus ja, waarom zouden we daarmee beginnen? Ja. En er zijn heel veel schoolreisjes. Dus ik ben bang voor herrie. Dus. Maar komt goed. Wij gaan eens van de dieren genieten. Het zal wel veel, al wat lief en schattig en cute. Ja, maar zo. Kom, we gaan erin, want je kan hier gewoon in. Ja, niet hier overheen, maar je kan niet door het poortje heen. Oh, ik dacht dan. Ja, Daphne, spring er even overheen. Je kan dat. Even ertussen. Ja, joh. Ik dacht dat, ik denk, wat wil jij daarin doen dan? Oh my god. Ze is allemaal met de rug naar ons toe. Oh, hier zit er ook een. Zo, hoppie. Klaar. De zwartstaart prairiehond. Ja, ze passen gewoon in je tas. Je kan ze gewoon mee. Oh, maar die, dat zijn echt kleintjes. Oh, er zitten daarin aan de rand. Durf al. Dat is Chile. Lena, hier blijven. Worstelen. Knokken. Ik denk dat die vogeltjes zitten, Daf. Ja, dat denk ik ook. Oh, gieren. Het beweegt. Het is ook geen klein beest. Nee, het zijn geen kleine beesten hier. We worden heel enthousiast van giraffen. Ja. Maar ze zijn zo mooi. Ja. Oh, ze zijn allemaal gewoon buiten volgens mij. Zo leuk. Ik voel het nu toch een klein beetje als Animal Kingdom. Ja. Wat zit daarbij dan? Iets op vier poten. Oh, de grote koedoe. Oh, kom maar naar hier, girafje. Ja, ja, loop maar door. Oh. Kijk. Oh, kijk, hij komt naar hier. Hij blijft wel heel mooi staan, hè? Ja. Yeah. Strike pose. Ze zijn niet lief voor elkaar. Ah, daar is Jena. Lijken zulke leuke beestjes. Ja, zijn ze niet. Maar ik denk dat je het wel kan vergeten als je er een tegenkomt. Ja. Hallo, girafje. Oh, zo lekker te eten. Voor mij hebben ze honger. Ik wil naar binnen. Hi. Ja, volgens mij ook. Daar is binnen. Zo fantastisch. Kom, laten we kijken of ze misschien mogen ze wel naar binnen zo. Oh, kijk, hij komt. Zulke mooie beesten. Zo lief, ja. Maak maar een foto. En wie staat op de film, schat? Ja.
Nou, de reden waarom de giraffen zo gek worden, voor de deur. Je ziet ze daar een beetje ijsberen. Ze zijn bezig in het hok, dus hopelijk gaat het zo open. Ja, ze gaan open. Hij mag nog niet naar binnen. Oh, honger, honger. Waar gaan we eerst heen? Oh, ze gaan allemaal op de takken af, hoor. Verse blaadjes. Zo, ik heb nog wat zo'n giraffe op een kluisje gezien. Met z'n allen. Met z'n allen. Ja, echt gegaan. Dat is plaatje vergaan, hè? Zo, net binnen bij de krokodillen, maar de sauna hier. Het is echt warm. Oh. Nou, volgende keer bikini mee, gaan we gewoon hier zitten. Ja, maar echt. Oh, en visjes. Waar is Krokie daar? Oh, komt Krokie naar hier? Krokie? Die drijft gewoon echt stil in het water, hè? Dat hij die vissen niet opvreet. Nee. Maar dit is de krokodil met die hele scheve bek. Ja. Zie je dat? Die tandjes zo. Ja, die maar ook gewoon intens dat die tandjes zo uitsteken boven water. Je moet niet schrikken. Ik word gewoon heel blij van Okapi. Waar zijn ze? Okapi? Hallo. Okapi niet. Oh, een wilde trein. Oh. We hebben de okapi gevonden. Een stoppertje aan het spelen. Oh, hij moet. Oh. Daar wil je ook niet dichtbij staan. Ik wil Hey, maar het is een idee. Wij moeten ook. Wij kunnen dat ook. Oh, charmant ook. Ja, vooral ook dat iedereen lekker kan kijken. Ik dacht eerst dat hij ging poepen. Ja, nou, ik wist dat hij kon sprayen, maar. Maar niet zo hard. Nee. Oh, een bosbuffel. Bosbuffeltje, waar ben je? Hallo. Ah, die zal net als de zwijnen wel naar binnen zijn. Het is hetzelfde verblijf. Hallo. Zo. Bosbuffel, je moet dat niet te vaak achter elkaar willen zeggen. Bosbest. Oh, maar er liggen daar nog meer bij. Oh, er zijn nog meer in deze hond. Ik vind dat zo bijzondere beesten. Zijn het ook? Weet je waarom ze neushoorns heten? Nee. Dat ze een neushoorn hebben. Wat goed! Oké! Okay. Dit is een standbeeld. Spannende. Het lijkt er wel bij nu. Ja, hè? En je zegt nog blijf zitten. Maar nee hoor. Oh, maar er zijn er twee! Met kleine aapjes. Kijk, Loli. Kijk hoe klein. Baby's. Wat heb jij voor lekkers dan, hè? Ik heb poepertjes. Oeh. Oh.
ik zo lekker te rollen. Net een klein kind. Ja. Ja, maar echt. Flamingo's. Kijk, over de flamingo's weet ik dan weer wel wat. Want kijk, hier hebben zo'n grijze. Ja. En de eerste 2 jaar zijn flamingo's grijs. En door hun eten, wat ze garnalen en zo eten, worden ze roze. Echt? Het duurt tot 2 jaar. Ja. Prachtig. Maar sommige zijn echt roze. Ja, daar is echt een hele mooie. Maar deze is ook mooi roze hoor. Dus diegene die je daar ziet, die is nog niet zo heel oud met zijn groene bandje om. Nee. Ja, want die is eigenlijk, die heeft echt nog helemaal niks. Deze, die ligt op pampers. Die ligt lekker te. Ik hoop, ja. Hoe ligt die? Kijk dan, hoe zijn pootjes vallen. Die buigen gewoon naar de andere kant. Yoga op een hele andere manier dit. Zo mooi, zo'n flat op de achtergrond. Je zal daar wonen. Wil je gewoon uitkijken op flamingo's? Mooi beest, hè? Wel echt prachtig. Wow. Oh, jeetje, dat je wegloopt. Pelikanen zijn ook gigantische beesten. Zo. Oh, dan moet ik gelijk aan Finding Nemo denken. Ja. Ja, de clownvis, die gaan we gaan Nemo straks zoeken hoor. We gaan zo zoeken. Dat is ons laatste wat we hier doen. Ik krijg echt bij alle dieren, krijg ik allemaal echt allemaal zo... Disney flashbacks. Ja, maar echt. Oeh, oeh, oeh. Oh, het is ook echt een oeh, oeh. Wat fijn. Het is ook echt een oeh. We gaan eens binnenkijken. Oeh, dit ziet uit als een gezellig beest. De komodo varaan. Hij ligt er wel mooi bij. Waar? Gewoon niet meer in aan het water bezig, denk ik. Waar zit hij dan? Hij volgt ons. Ja, maar echt. Hoe is hij er klaar mee? Oh, dit zijn planten. Oh, wat een grappige planten. Ja. Bekerplanten. Pumba? Pumba's. Lief. Of zo lekker door de modder. Hallo. Ja, wil je ook weg hier? Ja, oké. Okay. Doei. Die is er klaar mee, die ligt gewoon lekker daar. Die is een Nokkie. Nokkie, Nokkie, Nokkie. Oh, oh. Ging een oor omhoog? Het oortje ging omhoog. Maar Daphne? Ja. Daar zitten de olifanten. De echte olifanten. Olly. Nee, Olly niet. Olly hebben we al gezien. Rennen. Oh, zo cute. Kijk nou. Zo lief. Hij is belletjes aan het plaatsen. Ja. Is hij Dumbo? Ja, maar.
Ik moet toch ook altijd wel gelijk aan Rolo denken als ik... Ja. Die staat wel op gevaarlijk te balanceren. Pas op, hè? Ja. Ja, maar er zit daar net als onkruid. Dat vind ik lekker. Kijk of we dichterbij kunnen komen. Ik denk het niet, maar net heb ik hem ook niet gezien. Oh, hier kun je nog een beetje. Want ja, normaal gesproken ga je daar staan. Zo bij die tunnel. Maar ja, dat kan niet. Het is wel slaaptijd, hè? Het poesje is moe. Duif heeft interesse, ja. Duif krijgt niet ijsje. Hallo. Daar ging je net eentje voorbij. Oh, komt-ie, komt-ie. Ik zie het vooral mezelf. Kom, ga binnen kijken, want die zien we binnen ook. Oh, maar dan gaat er nou net geen zwemmen. Oh, oh dan gaat erin, kijk nou. Hoe? Zo schattig. Hallo. Zo, deze gaat als een gekko. Maar die zit ook helemaal op het water. Wat ben jij aan het doen, vrolijke vriend? Ja, je bent wel geslaagd voor je A-zwemdiploma hoor. Ja hoor. Kijk hem gaan. Hallo. Hallo vis. Hier. Gezondheid. Een zeester. We gaan nu naar de categorie grotere vissen uit de Noordzee. Oh, je zal het tegenkomen als je in het water zit. Oh. Oh, een rooie. Een rooie. Oh, en een gekke. Beetje zo'n glowende dorp. Ja, joh. Maar Daf, ja. Dus één ding is wat ik verschrikkelijk vind, hè? Huh? Is vissen. Echt? Ik ben zo dood voor vissen. Niet als ze achter een raampje zit, waar heb ik zo schitterend. Maar als ze in de zee... Ja. Erg, hè? Ja. Ja. Dus mij zal je niet zo snel de zee zien. En anders heb ik gewoon mijn heldhaftige bui. Ja, nee, ik ben echt... Maar sorry hoor, maar zo'n vis moet ook niet naast mij zwemmen. Wat, deze? Door lekker aan je voetjes sabbelen. Mm. Oh, die oh! No thank you. Deze vind ik zo mooi, hè? Oh, maar oh. Kijk hier. Fantastisch. Kijk. Nog een haai. Schildpad. Wauw. Oh, deze ziet er echt gemeen uit. Waar is Nemo? Finding Nemo. Oh, dat is die. Hebben ze er nog serieus maar één in zitten? Ja. Hi.
Zo ziet een boskreek eruit. Nou, oeh, je zal het tegenkomen. Oh, god. Baba. Maar wel mooi om te zien. Wat een mini-visje zo. Zo, nogal. Kijk. Oh, lijkt me heel intens. Ja, maar ik moet er al niet aan denken dat ik dat in de zee tegenkom. Want allemaal, oh ja, het is meestal niet meer één, hè? Dan heb je er een heleboel. Oh, en de heerlijke geur komt je tegemoet van de penguins. Gaat er geen het water in? Nou jongens, kom even lekker een stukje zwemmen. 1, 2, ja! Goed zo! Jeetje, wat gaat die hard. Ik ben hem kwijt, ik ben hem kwijt. Hallo? Pinguïn? Oh, 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 oh. Oh, ja, jij zit er ook gezellig bij, jongen. Hi. Hallo, vis. Hoe is het vandaag? Alles onder controle, vriend. Oké. Ik vind het bijzonder om dit op de muur te zetten. Nou, dag. Slikken of stikken. Het is wel mooi. Ik vind het wel bijzondere beestjes. Dat het leeft. Het is ja. Nou, we zijn op het punt weg te gaan. Nu lekker aan het regenen, dus... Heerlijk. Beetje jammer, maar goed, heeft onze dag is niet het water op. Nee, zeker niet. En we hebben het goed uitgekozen. Precies. Dus, ja, ik vond het echt heel gezellig met ja, je ik dag. Vond het ook heel leuk. Dus nou, ik hoop dat het wat geworden is, de vlog. Ja. Maar goed, als je het tot dit punt hebt gehaald, dan zal er vast wel al wat aardig zeker. Materiaal zijn geweest. En nou ja, in ieder geval voor jullie tot de volgende. Doei!